Prof Wijburg verzamelt geen postzegels, ook geen aanzichtkaarten, maar postkaarten. Van over de hele wereld verstuurd naar Rolf in Utrecht. Van Akrotiri via Diego Garcia tot Antarctica. En dat er dan vervolgens over de hele wereld zo'n honderdduizenden mensen zijn die ervoor gaan zorgen dat al die papiertjes die in al die bussen zijn gegooid, over de wereld verplaatst worden. En uiteindelijk, ook al is het aan de andere kant van de wereld, of ook al is het soms 2 maanden later, toch op de deurmat van de geadresseerde terechtkomt. Dat is dat vind ik een fascinerend fenomeen, dat het kan. Meer dan 400 postkaarten van over de hele wereld vallen bij Rolf op de deurmat en zijn gebundeld in een boek. Inviting the World at Home. Dear Rolf, we have produced stamps this year and we are convinced that the post will start working any moment now. Deze postkaart komt uit Abchazië, een republiek binnen Georgië, en staat op de eerste pagina van het boek. Rolf werkt al sinds 1977 aan zo'n postproject. De moeilijkheid is van, ga maar eens iemand vinden in Nakhitjevan die jou een kaartje wil sturen, of op Kanton-eiland in de Phoenix Islands die jou een kaartje wil. Het probleem is telkens, hoe vind ik iemand die daar is en die dan ook nog zo'n kaartje, want het moeten allemaal dezelfde kaartjes zijn, dus ook een kaartje bij zich heeft. En die daar dan ook nog bereid is om dat voor jou op de post te doen. Het is geen eenvoudige klus. Soms is er simpelweg geen postkantoor. Zoals op de eilandengroep Minerva in de Grote Oceaan. Sorry, there is no post office on the so-called Republic of North Minerva. It's only a bare reef. Het is alleen maar een kaal stuk rif in het midden van de oceaan. Nou ja, dan lukt dat niet, maar ik heb wel dit kaartje teruggekregen. Een gigantisch netwerk van brievenbussen, postkantoren, postvoertuigen en postbodes zorgt ervoor dat je bijna overal ter wereld een brief kunt posten. Zelfs vanaf de Zuidpool. Toch is het boek nog niet helemaal compleet. Rolf mist er nog een paar. Een van de wat grotere plekken, dat is Nakhitjevan, of Nakhitjevan, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dat hoort bij Azerbeidzjan, maar ligt, laten we zeggen, aan de andere kant van Armenië tegen Turkije aan. Daar is zeer zeker een postkantoor, want ik heb wel een foto van het postkantoor. Maar brieven die ik daarheen gestuurd heb, naar hotels, naar allerlei internationale organisaties en naar de hoofdpostmaster van het postkantoor, nooit iets terug gehad. Dus ik blijf het gewoon proberen. Het boek is al gedrukt, maar Rolf blijft schrijven. Want misschien valt die ene postkaart uit Nakhitjevan ooit nog eens bij hem door de bus.